Goedemorgen iedereen, ik ben net wakker, dus ik ben nog een klein beetje aan het bijkomen hier op de bank. En ik heb vandaag een hele leuke dag voor de boeg, want ik ga namelijk iets super leuks doen samen met Tara vandaag. We hebben er heel veel zin in, het is echt heel vet. Wat dat is, dat ga ik nog heel eventjes niet zeggen, maar dat laten we jullie zo meteen wel weten. En ik ga even nog eventjes douchen, ontbijt en dergelijke, want mijn haar moet zo meteen wel goed zitten voor de dag. Dus dat ga ik nu eventjes doen en blijf zeker kijken en dan spreek ik jullie zo meteen. We zijn de Aussie uitgedaagd om iets super awesomes te doen, dus we hebben onze bucketlijsten bijgepakt en iets heel tofs uitgekozen. En mocht je Aussie nog niet kennen, het is een heel fijn haarverzorgingsmerk dat we al jaren gebruiken. En het heeft ook echt een heerlijke geur. Perfect voor wat we vandaag gaan doen. Hi allemaal, we zijn nu een paar uur verder. Het is alweer het einde van de middag en we hebben even hard gewerkt aan de site, artikelen afgetikt en we zijn eindelijk klaar. En we gaan straks iets heel vets doen. Echt iets heel spannends. En nogmaals, we gaan het nog niet vertellen. We gaan het zo gewoon laten zien. Het heeft te maken met de boot. En we gaan naar Rotterdam. Dus dat wordt heel erg cool. We hebben het heel erg druk gehad de afgelopen tijd. Dus we zijn echt toe om even te relaxen. Maar ook om weer even wat energie te krijgen. En ik denk dat we hiervan wel wat energie gaan krijgen. Dus we gaan ons eerst even opfrissen. Want we gaan daarna ook nog lekker uit eten. En dan gaan we het doen. Restaurant Las Palmas. Hier gaan we vanavond eten en dat is het restaurant van Herman den Blijker. En ja, we wilden al een tijdje naartoe, dus echt een beetje een droom die waar komt. Dus we hebben echt super veel zin in, ook al een klein beetje trek. Maar we gaan nog niet eten. Ja, we gaan nog niet eten, want we gaan zo meteen eerst het water op. We hebben namelijk een herrie op het waterarrangement en dat is dus met dat we zo meteen hier gaan eten en dat we op een hele speciale boot super hard zo meteen over de Maas gaan varen. En ook met de rondleiding en zo erbij, dus het is heel erg leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ja, het heet dus een ribboot. Ik weet niet zo goed waarom het rib heet, maar ik weet wel dat de motor aan de buitenkant zit. Dus daarom maakt het ook vet veel herrie. En als het goed is, is de snelste snelheid ongeveer 100 km per uur. Dus dat is echt max hard. Ja, het is echt super spannend, maar wel heel veel zin in. Vind je ervan, Liz? Heel tof, dit. Vet, hè? Het gaat keihard, super spannend. Ik zet zelf. Ik ga snel de camera weer weg. Oké, dit was echt awesome. We gingen zo ontzettend hard, niet normaal. Het was zo vet. Ik hoop dat jullie het goed genoeg kunnen zien op de beelden. Er waren echt momenten dat je echt zegt van ik moet me zo goed vasthouden. Je moet echt vasthouden, ja. En dat is als je van snelheid houdt en van toffe dingen doen, dan moet je het echt gewoon ook gaan doen. En ik denk dat we inmiddels al een beetje honger hebben gekregen van al deze adrenaline en snelheid. Dus we gaan zo even lekker eten. Daar ben ik wel echt naartoe. Nou, de keuken die opent om 6. Het is nu ongeveer 5:30. Dus we gaan heel eventjes een drankje doen bij, hoe heet het ook weer? Phoenix Factory. Food Factory zijn we volgens mij. Ja, gaan we even wat te drinken halen. Even buiten zitten aan het water. En dan gaan we daarna terug om lekker te eten. We zitten inmiddels in het restaurant. Ziet er echt super gaaf uit. En we hebben net Herman zelf ook nog gezien. Hij was wel in gesprek, dus we hebben hem niet echt gesproken. Maar ik kreeg wel complimenten over mijn wimpers. Dus dat is wel heel erg bijzonder en leuk om te horen. En we hebben net al onze bestelling doorgegeven. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. En Tara heeft alvast wat lekkere oesters genomen. Die volgens mij echt mega lekker waren. Ik heb er heel veel zin in. En ik heb honger. En ik denk nu al eraan om misschien 2 desserts te nemen. Who knows?
super awesome. Ik bedoel, die rapvaart was echt super gaaf om te doen. Ik had geen idee dat het zo tof was. En dat was echt gewoon actie, knallen, snelheid. We willen Ozzy daarvoor bedanken. Want Ozzy heeft ons uitgedaagd om iets uitdagends te doen. Iets wat echt een droom van ons was. Iets stoers, iets wat bij Ozzy Girls past. En we vonden dit helemaal bij passen. Dus we dachten, laten we het gewoon doen. Dus mocht je ook iets op je bucketlist hebben, ga het gewoon doen. Ga er gewoon één ding van je bucketlist afhalen. Dat raad ik jullie gewoon aan. Dat is gewoon super leuk allemaal. En dan gaan we nu weer naar huis. Want het is echt een lange dag geweest. We gaan er geen hele lange avond van maken. Maar het was wel echt een topdag. Dus ik ga lekker slapen zo. Yes. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. Doe vooral even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om te abonneren op ons kanaal. Ja, en laat ook zeker eventjes jouw bucketlist of droom achter in de comments. We zijn heel erg benieuwd wat jullie nog heel graag een keertje zouden willen doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.